In onze serie De Biep in Ludal brengen we vandaag een bezoekje aan de Biep in de Heibloem. Hoi, hallo Ria. Dag Ton. Hoi, welkom in de Biep van Heibloem. Ja, fijn. De Biep van Heibloem, Ria, is wel de kleinste biep in heel Ludal, hè? Ja, dit is echt een huiskamerbibliotheek bijna. Het is echt heel leuk bij de school. En als je hier binnenkomt, ja, die biep die is echt heel knus en heel gezellig. Voor grote mensen en voor kinderen vooral. Vooral voor kinderen? Vooral voor kinderen, want we zitten hier bij de school, hè. Je ziet dat er een kleine collectie is voor volwassenen. Boeken Liefde en Leven en thrillers en ook een enkel literair roman, tijdschriften en hier alles voor de kleintjes en ook boekjes voor de kindjes van groepje 3 om te leren lezen. En die zitten allemaal in die vrachtauto? In de vrachtauto zitten de boekjes voor de kleuters en voor de peuters. Ach kijk, ja. Maar deze biep heeft net als al die andere bieps ook een functie dat je boek kunt bestellen en je komt bij een grijze krat waar overal een Ludal binnen, hè? Ja, kijk, want ik kan me voorstellen van niet iedereen houdt allemaal van thrillers of van familieboeken, familieromans. Je kunt alles bestellen via de website van Bibliocenter, www.bibliocenter.nl. Ga je naar de catalogus, je vindt boeken, je zoekt boeken en je laat ze hier naar jou toe komen. Dus wat is er mooier dan dat? Echt de bestelbiep. Oké, okay. Ja, maar de biep is maar heel tijdelijk open, hè? Die heeft heel weinig openingstijden. We zijn op maandagmiddag open van 3 tot 4:30. En op vrijdagochtend van 10:30 tot 12:00. Dus de openingstijden zijn heel beperkt, maar daar word je ook wel persoonlijk geholpen. Wat is dat persoonlijk geholpen? Dat zijn er vrijwilligers die hier werken. Ik werk hier normaal niet, hè? Nee, je werkt ergens anders. Ja, ik werk in de Biep van Weert, maar normaal gesproken zitten hier vrijwilligers en die doen hier al het werk en die helpen jou en die lenen voor jou de boeken uit en dan kun je terecht als je vragen hebt. Die helpen jou bij het mooie boeken zoeken. Dus het is niet automatisch, je hoeft niet automatisch iets af te scannen, dat doen hun voor jou allemaal. Ja, dit is echt een servicebibliotheek. Dat is toch geweldig eigenlijk, hè? Ja, dat is hartstikke leuk. Maar zo'n bibliotheek moet toch wel ontzettend veel vrijwilligers hebben? Die zijn nodig, ja. Oh, die zijn nodig? Die zijn nodig. Doe een oproep. Oké. Voor de maandagmiddag zoeken wij nog mensen die in Heibloem en de Biep willen werken. Kijk. En het is het hartstikke mooi baantje. Er zijn heel veel mensen die heel graag in de Biep willen werken. En die zeggen van, nou, dit had ik altijd al gewild. En dan kun je wens vervullen. Ja, dat kan dus allemaal in de Biep in Heibloem. Ja. Dankjewel. Oké, graag gedaan.